Mike Snoei bovenaan, voorlopig in de eerste divisie. 3 gespeeld, 9 punten, nog geen goal tegen. Dus gaat de goede kant op. Nou, precies zoals je het zegt. Het gaat de goede kant op. Hè. En de mensen die de wedstrijd hebben gezien vanavond, en er waren er weer ontzettend veel. Ja, bijna 10.000, hè? Ja, daarom. Joh. Dus dat is ook het streven, hè, om dit stadion weer bom en bom vol te krijgen. Nou, dat kan alleen met sprankelend voetbal. En dat is nog niet helemaal gelukt. Hè. Wij hebben het ook hele delen van de wedstrijd waanzinnig moeilijk gehad met Volendam. Maar dat verbaast me niks. Ik heb ze vorige week zien spelen. Express de hele wedstrijd met Richard Roelofsen nog eens gekeken. Ja, dit zijn gewoon hele lastige ploegen. En die kunnen ook zomaar 1-2 goals scoren vanavond. Het viel mij op, want dat gebeurt niet zo heel vaak. Mohamed Aoui stond hier. Ik vroeg hem naar zijn eerste reactie op deze wedstrijd. Hij zegt, ik ben gefrustreerd. We winnen met 3-0, dat is misschien gek, maar we zitten in de kleedkamer. We hebben toch het gevoel, het had veel beter gemoeten. Als je zo kritisch bent, is ook, daar valt wel iets voor te zeggen. Ja, maar ik vind Mo ook nog niet zo goed spelen. Het is een protégé van mij, ik ben gek van hem. En ik wilde ook per se dat hij hier met mij dit seizoen zou gaan starten. Maar hij moet nog veel beter. Dat komt allemaal goed, want je ziet bij Vlagen dat hij geweldig kan voetballen. Gelukkig pikt hij dat goaltje nog mee. Maar Mootje moet nog iets beter allemaal. Verrast het jou bovenaan? Nou ja, verrast het. Ik hoop het gewoon. Je hoopt erop, je rekent er niet op. Maar ik moet eerlijk zeggen, en nu ben je een maand of 2 bezig, hè, ietsje langer zelfs al. Zo langzamerhand worden de contouren wel duidelijk. Dan zit ook wel een enorme betrouwbaarheid en een onverzettelijkheid in deze groep. En dan wil ik het weer niet over Van Huizen hebben of wat dan ook. Maar als ik Van der Pavert zie en ik zie Hidde daar staan, die 1-2 kansjes vorige week tegen MVV, pakt hij ook. Hidde wordt met de week beter. En ik ben gewoon gek van die lange grijze, die vandaag weer zo belangrijk is in die tweede helft. In zijn eentje dan de boel gaat forceren. Ralf Zeuntjes bedoel jij op? Hebben we nog een grijze, behalve jij? Leuk grapje. Nee, maar Ralf is bij ons zo enorm. Maar dan moet hij het wel laten zien en dat vond ik leuk. En dat verwacht je ook wel een beetje van hem. Is het allemaal niet zo gepolijst, maar je moet maar een stiekem de beelden weer terugkijken. Dan is hij bij al die goals indirect betrokken. Jij bent nog niet grijs geworden van de afgelopen weken? Niet van de transferperiode. Waarvan wel dan? Nee, dan krijg je te veel eer. Dat ga ik niet zeggen. Nee, dat zal toch niet. Dat zal toch wel meevallen. Richard. Van onze gesprekjes word je toch niet te grijs? Ik vond het weer hartstikke leuk. We gaan lekker verder. En jullie zijn van harte welkom. Wie weet wordt die relatie nog wel eens wat beter. Wie weet. Hij is niet slecht hoor, wat mij betreft. Voor mij betreft ook niet. Dus geen probleem. Okay.